Wij werken voor bijna alle redacties van BNN VARA, de NTR, de Human en de VPRO. Wat wij voor hen doen is research. En wij zijn dan met name ook heel goed in digitale research. Wat we mensen willen leren tijdens een workshop is vooral heel erg verder te kijken dan alleen maar ik heb even gegoogeld. Want eventjes googelen, dat doen we natuurlijk elke dag. Iedereen doet dat wel. En dan vind je ook heus wel relevante dingen. Alleen weinig mensen weten dat er zoveel meer te vinden is. En zoveel meer te doen is ook eigenlijk met Google. Zodra het op redacties moeilijk begint te worden of dat ze vastlopen, dan gaan wij het leuk vinden. Dat betekent ook dat we heel vaak werken aan onderwerpen of zoeken naar puzzelstukjes die heel moeilijk te vinden zijn. En zo kan je soms net stukje bij beetje iedere keer met een kruimeltje hier en een stofje daar net weer even verder komen. En dat is natuurlijk wel echt heel erg de kick waar je het voor doet. Om dan uiteindelijk uit te komen bij, slechterik of verzin het maar. Wat ik er heel belangrijk bij vind, bij het doen van research, is dat je ook heel kritisch bent op wat je vindt aan informatie. En dat je altijd bedenkt, oké, wat vind ik nou? Wat zegt dat nou? Heb ik mijn verhaal al rond of moet ik nog veel meer weten? Is wat ik gevonden heb, kan je dat ook op een hele andere manier bekijken? Klopt het nu echt? Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat digitale puzzelen en dat spoorzoeken wat we doen, dat heeft ook heel veel te maken met het vinden van steeds losse eindjes en puzzelstukjes en die zo goed mogelijk aan elkaar knopen. En soms voel je van oké, het is er bijna. En dat geeft ook heel erg een kick als je het dan ook echt vindt. Toen Sunny Bergman vorig jaar haar documentaire Wit is ook een kleur maakte, toen wilde zij ook heel graag contact opnemen met mensen die haar online allerlei bagger toegestuurd hadden over haar op een hele nare manier geschreven hadden. En zij wilde heel graag die mensen direct kunnen benaderen. Want wat je natuurlijk niet wil, is dat je iemand een eerste berichtje kunt sturen via Facebook of kunt bellen naar iemands werk en dan kunt vragen of je contact mag opnemen. Je wil een hele verse reactie van iemand. En zij vroeg ook gewoon letterlijk aan mensen, goh, u schrijft hier dat ik dat en dat ben. Vindt u dat echt? Het is heel belangrijk en cruciaal voor haar verhaal dat je dan echt een hele spontane reactie krijgt van mensen. Het is heel belangrijk dat je dan echt hun directe mobiele nummer hebt bijvoorbeeld. Dus wat wij toen voor Sunny gedaan hebben, zij had een hele lijst met namen van mensen die haar op een hele nare manier over haar hadden geschreven op sociale media bijvoorbeeld. En daarvan zijn we die contactgegevens gaan zoeken. Onze tip aan jonge makers is dat er altijd veel meer te vinden is dan je denkt. En wees ook heel kritisch op alle informatie die je vindt.